Nou, welkom dus bij Liana's Live. Je ziet dus al verf liggen. Je ziet mijn laatste handschoentje zie je verdwijnen. Zo. Hier zit nu overal een laagje verf op. Ja, en dan kan ik wel weer de veun gaan pakken. Maar daar heb ik even geen zin in. Ik ga deze dus opzetten. En dan hoop ik dat het werkt wat ik wil dat het gaat doen. Oh shit. Rustig, rustig, Liana. Anders gaat het niet goed. Nee, hier had ik. Dit moet ik echt. Ik voel mijn handen helemaal trillen van de haast, laat maar zeggen. Dus nou, dat. Ik denk dat het daardoor. En ik denk, dit zijn wel aluminium, maar deze zijn volgens mij te zacht, laat maar zeggen. Ik moet echt van die harde aluminium voorgevormde cupcakes dingetjes hebben. Ik denk dat het dan beter te zien is dan dit. Ja. Nee, ik moet een hardere hebben, want ik wil dus, nou ja, je ziet wel een beetje van die dingetjes, maar omdat ik toch een beetje haast heb en trillende handjes heb gekregen, doe ik het nu dus gewoon met te veel verf. Zie je? Nou, hier lukt het wel een beetje. Nou ja, het gaat weer om het idee dat je dus met, ja, overal waar gaatjes in zitten, overal wat een vormtje heeft, zie je, kijk, kan je dus dit doen. Alleen, nu, wat ga ik er nu mee doen? Nu ga ik er een ballon op zetten. Ja. Kijk of dat het is. Dus dit is weer een probeerzochtje. Ja, dat vind ik gewoon het leuk aan acrylverf gieten. Oké, dan gaan we hier nummer 1. Oh, dat is wel heel mooi. Alleen dan moet ik hem even anders. Oh, even afvegen. Even rustiger eraf halen. Alleen wil je natuurlijk niet dat ze elkaar gaan raken. Maar ik moet hem ook niet te lang, te langzaam eraf halen. Oké. Hij is natuurlijk niet helemaal perfect. Maar ik vind mijn idee super de super. Er zit natuurlijk nergens siliconen in. Ja, wat ga ik hiermee doen? Uitblazen aan de zijkanten.
ga ik met de binnenkanten doen? Ga ik daar een beetje zwart in doen of laat ik die zo? Wacht, ik weet wat ik ga doen. Oh, nee, shit. Dat wilde ik nou niet doen. Oh, kutspasmus, sorry. Dit ga ik nog doen en dan is hij klaar. Shit. Nou, die twee vind ik geweldig. Die vind ik dus niet zo mooi. Maar ja, dan kan ik nu doorgaan. Ik ben al aan het verpesten. Die twee zijn geweldig. Die vind ik niet mooi. Maar waarschijnlijk is die in het scherm ook niet mooi. Kijk, zie je? Je ziet heel duidelijk het verschil tussen die twee. En nou, ik kan dat dus niet dan met rust laten. En er zit er veel verf op, dus ik moet... drastische, hele enge maatregelen nemen. Er zat te veel verf op. Oké. Nou, ik krijg hem niet gelijk als die twee, maar ik moet echt stoppen, want ik ga hem anders helemaal verpesten. Ja, ik vind hem heel apart geworden. Ja. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik ga mijn handen misschien schoon te schrubben voor de zoveelste keer. En ja, jammer dat de vorige video niet is opgenomen. In ieder geval, tot de volgende video en een heel snelle vlog. Oh, ik loop achter. Nou, bedankt. Doei!